in de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen en als een wiel zo lang in de dokken gaan ronk. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaart. Dus je bent al aan het presenteren. Welkom in de Jordaan. In Osdorp. In Geuzeveld. In Zuidoost. Ik ben Celeste, ik ben 13 jaar oud en ik zit op Caspaas College in Weesp. Ik woon in Weesp samen met mijn moeder en mijn stiefvader Timo. En mijn vader die woont in Amsterdam samen met mijn zusje. Na school zit ik op turnen en ik zit in de selectie. En ik geef op vrijdag ook nog les aan recreatiemeiden van turnen. Ik ben niet zo van de grote scholen en Caspaas College is heel klein en knus. Dus ja, daarom heb ik eigenlijk een beetje voor gekozen. Ik heb wel tegen mijn moeder gezegd van ja, ik wil niet weer naar school met alleen maar Nederlanders. Ook gewoon met Turken en Marokkanen en Suriname en zo. Dus we zijn er wel gewoon naar gaan kijken. Ik ben zeg maar wel nog steeds het enige bruine meisje uit de klas. Nou, echt bruin mijn huidskleur, maar er zijn wel heel veel meisjes, 3, getint. Dat vind ik wel fijn, want dan ben ik niet de enige die zeg maar een kleurtje heeft. Ik had zeker wel angst, want ik dacht misschien draag ik geen leuke kleren of zie ik eruit vanwege mijn huidskleur of zoiets. Misschien gaan ze me uitlachen of zo. Ik ben Afnijsa, ik ben 12 jaar oud. Ik woon in Amsterdam bij mijn moeder en mijn broertje en mijn vader woont ergens anders. Ik zit op het Zuiderlicht College en ik heb voor deze school gekozen omdat ik heel erg van dansen hou. En op mijn basisschool deed ik ook heel veel aan dansen. Waar moet je niet ontbijten nog? Nee, ik ontbijt nooit in de ochtend, want ik ben altijd best wel misselijk. En dan moet ik meestal overgeven. Oh, zo heftig. Is het zo heftig dan? Ja, dus dan eet ik. Of als ik onderweg ben, of gewoon echt pas wanneer school begint. Maar dan is het al wat later, zeg maar. Oh, hoe laat is dat dan? Misschien, even kijken, 9:50, denk ik. Oké. En het werkt gewoon beter zo. Ja. Maar ik heb in de ochtend heb ik ook niet echt zoveel honger of zo. Dus dan, ja. Ik ga nog even mijn moeder en mijn broertje gedag zeggen. Regent het? Ja, heel warm. Wat wil je eten, Pop? Yoghurt. Met? Honing. Oké. Ga je eens douchen of wat? Ga je eens eten? Ik ga eerst eten. Ik vind het best spannend om naar de middelbare school te gaan, want ik ben in de kleuterklas best
zeiden dingen zoals: heb je poep op je gesmeerd? Dus is wanneer eet je poep? En waarom ben je zo lelijk? Ik zou echt niet zo zijn als jij. Zou willen zijn als jij. En zo, jij hoort er niet, hier niet. En wat heb je een lelijke neus? Ik heb eigenlijk wel van moeder waarom ik ben gepest. Want ik denk, ja, ik was de enigste bruin meisje in de klas. En dat zijn ze in wezen niet echt heel erg gewend. Dus ja, ik denk dat ze dat een beetje apart vonden. Dat ik dan in de klas kwam als enigste bruine meisje. Nou, nee, nog niet. Ja, vandaag, als het goed is, krijgen we vandaag al die informatie. Als ik nu weer gepest zou worden, dan zou ik eigenlijk vooral vragen waarom. Waarom ze dat soort dingen tegen me zeggen. En de meeste mensen weten daar geen antwoord op. Want ze kunnen meestal niet tegen de waarom vragen. Oh, in mijn E2. Okay. Wat ga jij vandaag doen? Ik heb in ieder geval een stagebezoek. En ik moet thuis nog wat werken op de computer. Laat ben je terug. Ik denk 12 uur zo'n beetje. Ben je vandaag kort over? Vroeg ga je toch? Kort over 2 uit. Ja. En je moet je haar nog helemaal doen. Mm. Dus, met tas en pakken. Tot zo. Ben je nog wel op tijd, denk je? Oh ja, want daar komt de bus. Oh, fijn. Eerst ging ik altijd met de fiets naar school. Maar nu ben ik een uur onderweg omdat ik met openbaar vervoer ga. En ik vind dat soms wel fijn, want als ik nog moe ben, dan kan ik nog even wakker worden met muziek luisteren of nog eten. Mijn moeder was ook juffrouw op de basisschool waar ik op zat. En in het begin vond ik het wel leuk, maar uiteindelijk was het niet zo leuk. Omdat kinderen uit mijn klas dachten altijd dat ik voorgetrokken werd. Bijvoorbeeld als ik dingen moest doen voor de juffrouw en zo, dachten ze gelijk dat ik voorgetrokken werd omdat mijn moeder juffrouw is. Ik ken nog niemand van mijn klas, maar er is wel een meisje van mijn oude basisschool die naar dezelfde school als mij zou gaan, maar ze zit niet in dezelfde klas. En dat vind ik niet erg, want ik wil wel nieuwe kinderen zeg maar leren kennen. Ik heb wel nog contact met kinderen van mijn basisschool, maar niet met iedereen. Ik spreek ze soms nog wel, maar ik zie ze niet echt altijd. Om op deze school te komen moest ik auditie doen voor het dansgedeelte. En het was wel spannend en zo, want we kregen allemaal een nummertje. En ik was best wel nerveus. In mijn klas zitten heel veel meisjes en maar één jongen. Dus is het veel drukker. Maar ik was eigenlijk niet echt de jongens in de klas, omdat ik met de meisjes ga ik zeg maar meer om. En dan is het wat makkelijker om over dingen te praten, zeg maar. Toen ik pauze had, pakte ik een koekje uit mijn tas. En toen vroeg iemand zo van, hé, wat heb je daar? En toen zei ik zo van, ja, het is een glutenvrij koekje. Dus toen kreeg ik allemaal vragen zo van, mag je limonade? Mag je taart? Mag je brood? Nee, mag je dat niet? Mag je cupcakes? Heb je ooit cupcakes gegeten? Dan mag je toch helemaal niks eten? Hoe leef je dan? Kijk, daar is Albert Heijn. Dus dan moeten we daar... Nee, helemaal niet. We vallen op tijd.
Nee, maar ik ga niet naar de Albert Heijn. Ja, maar als je hier de Albert Heijn hebt, moet je altijd zo recht doorlopen, oversteken en dan... Heb je dan zei? Dat zijn we, daar zijn we nu, dus dan moeten we toch daar? Nou, ik herken deze straat. Ja, ik ook niet. Ik ga op zoek af Afanaisa. Nee, maar de wissel, we gingen. Ja, Afanaisa. Oh, kijk, er zit weer sneeuw daar. Zo, en nu opeens heb ik het niet. Juist vandaag weet ik de weg niet echt serieus. We moeten hier door. Is dat daar de, is als je hier links op gaat, de Albert Heijn? Ja, daar is de Albert Heijn. Dan moeten we daar. Die... Wat? Het is echt raar. Ik loop altijd zo en nu opeens. Nu opeens gaat het verkeerd. Kijk, jawel, we lopen wel goed. Maar kijk, hier is zeg maar. Toen ik in groep 8 zat, zeiden ze tegen me zo van ja, kijk uit voor die school of voor die school. Want als je binnenkomt, word je gelijk gepest of zo. Maar uiteindelijk viel het best wel mee en ik raad gewoon aan om aardig te blijven en niet gelijk een grote mond te hebben. Omdat je misschien bang bent dat je wordt gepest of buitengesloten wordt. Ik zie dit niet als een grote stap in mijn leven. Omdat ik het eigenlijk gewoon voel alsof ik eigenlijk hetzelfde voel als de basisschool. Als iemand nu gepest wordt, zou ik vooral aanraden om met iemand te gaan praten. We zijn naar zeg maar zo'n iemand gegaan, iemand die je helpt bij pesten. En toen heb ik het trucjes gekregen, de pettentruc, en dat heeft me heel erg geholpen. En ik sprak met mijn nichtje Afanaisa en het hielp heel erg. Maar ze kan me wel niet helpen, maar het is al fijn dat ze gewoon luistert en dat ze je gewoon steunt. Ik vond het fijner om met iemand te praten van mijn eigen leeftijd, omdat ik het gevoel heb dat die me beter begrijpt met sommige dingen. Dat heeft me goed geholpen. Ik dacht eigenlijk van ik ga wel met de vriendinnetjes om die ik al kende, maar ik heb nu vriendinnetjes die ik nog niet kende en daar ga ik heel veel mee om. Voordat ik naar de middelbare school ging, kreeg ik eigenlijk allemaal negatieve verhalen over de middelbare school. Maar achteraf viel het eigenlijk hartstikke mee. Dus als tip geef ik mee dat je eigenlijk gewoon zelf moet meemaken. Want iedereen heeft zijn eigen ervaring.